Goedemorgen, ook namens mij. Ik denk dat ik in mijn leven inmiddels meer vergeten ben dan dat ik onthouden heb. Dat is heel menselijk. In het Oude Testament lees je daarom dat God aan Zijn mensen vroeg om met regelmaat gedenkstenen op te stapelen. Deze stenen zijn een blijvend getuigenis. Telkens wanneer je zelf of met de volgende generatie langs zo'n steen liep, Herinnerde je je opnieuw wat God op die plek en op dat moment in jouw leven of in het leven van je volk had gezegd of had gedaan? Ik wil je vanochtend op deze kerstochtend herinneren aan een belangrijk feit in het woord van God: namelijk dat God ernaar verlangt om dichtbij ons te zijn. Het eerste gedeelte van de Bijbel dat wij het Oude Testament noemen. Staat vol met situaties, met verhalen en geschiedenissen waarin duidelijk wordt dat God erna verlangt om met ons te zijn. Zo verbleef de Heere God samen met Adam en Eva in de avondkoelte in het paradijs. Hij wandelde met Hen, staat er geschreven. Hij verbleef bij zijn volk Israël, in de tabernakel en later in de tempel. Meerdere malen spreekt God het zelf uit of reflecteren zijn mensen op zijn nabijheid. Tijdens Jacobs droom in Betel zegt God tegen hem: Ik zelf sta je terzijde, Jacob. Ik zal je overal beschermen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik heb beloofd. Mozes is verwonderd over de nabijheid van God als hij zegt: Want welk God, want welk volk hoe groot ook heeft Goden zo dichtbij als wij de Heer onze God telkens als wij om hulp roepen. De Korachieten zij zongen ervan in de psalmen. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burt, onze schuilplaats is de God van Jacob. De Heer is met ons. Wie is zo dichtbij? als de Heer, het spat van de bladzijden van het Oude Testament. En ik hoop dat u zich dat blijft herinneren. Maar God zou nog veel dichterbij komen. Mozes, Jacob en de Korachieten, ze blikten als ze waren vooruit op het wonder... dat plaats zou vinden in Bethlehem. Ik lees met jullie die geschiedenis vanuit Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maag zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent. God met ons. Jozef werd wakker. En hij deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Maar hij had geen gemeenschap met haar. voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dit verhaal, deze gedenksteen, herinnert ons eraan dat de god die de gehele aarde schiep en alles wat erop onder en in is de heer van de hemelse machten de eerste en de laatste die nooit slaapt of sluimert de onzagwekkende de heilige van Israël dat hij tot ons is gekomen als mens geboren uit een maagd en zijn naam is Jezus Christus Immanuel god met ons welk volk heeft een god als de onze. Er is niemand op deze aarde zo geliefd, zo geborgen, zo verzekerd en zo gezekerd... als diegene die God zijn God mag noemen. God verlangt ernaar om dicht bij ons te zijn. Maar dat is niet alles. God verlangt er namelijk ook naar om ons te verlossen. Vers 21. U zult hem de naam Jezus geven... Want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden. Er moest een missie volbracht worden door Jezus. Zijn komst, Zijn naam, wiens naam redder betekent, was het begin van het einde van de grootste macht die deze aarde ooit gekend heeft. Om nog dichter bij de mens te komen, moest God dat wegnemen wat scheiding maakte tussen Hem en de mens. De Joden hoopten in hun tijd. Op de verlossing van de Romeinen. Maar de Romeinen waren niet hun grootste probleem. Net zoals COVID-19 niet ons grootste probleem is. De vijand waar Jezus ons van komt redden, is niet één van vlees en bloed, maar de zondemacht. Wij hebben dan nou wel geen kettingen aan onze enkels, maar toch zijn we vastgeketend. Wij zwoegen niet met modder, zand of stenen zoals het volk Israël deed in Egypte. Maar toch hebben we het zwaar te verduren. Jezus kwam tot Israël en in Israël ook tot ons: om zijn mensen te verlossen van hun zonden, van datgene wat ze met hun eigen handen hadden gemaakt. Door zijn bloed, door zijn offer, zegt de Efezebrief, zijn wij nu dichtbij gekomen. Welk volk heeft een God als de onze, die niet kwam in een paleis. Maar zich liet doden, als een lam naar de slacht liet leiden, die, hoewel hij God was, zichzelf vernederd heeft door de gestalte van een slaven aan te nemen, om aan de mensen gelijk te worden, die gehoorzaam is gebleven van kribbe tot kruis. God wil dicht bij ons zijn, Hij wil ons verlossen en bevrijden van onze zonden. En Hij wil dat wij ons dit blijven herinneren. Maar waarom? Waarom moeten we langs deze gedenksteen blijven lopen? Ook met de volgende generatie. Ik geef u drie redenen. De eerste reden is dat de gedenksteen van Bethlehem zekerheid geeft in tijden van twijfel. U en ik, jij en ik, wij kennen momenten dat we ons zorgen maken over het ontbreken van de intimiteit met God. We twijfelen soms of onze gebeden. Wel iets uitmaken, of God ons wel hoort, of God ons wel ziet, of we wel genoeg progressie maken in ons geestelijk leven. Dan is het van levensbelang dat we in ons hoofd de weg afleggen naar de gedenksteen van Bethlehem. Daarin zien we namelijk dat, hoewel het wellicht niet zo voelt, het een feit is dat God met ons is. Het staat zwart op wit. Wij als volgelingen van de Heer Jezus mogen zeggen, God met ons. Als Bethlehem voor u niet genoeg is, dan plaats ik er nog wat steentjes bij. De Heer Jezus heeft gezegd dat als wij doen wat Hij van ons vraagt, Hij en de Vader bij ons zullen komen wonen. De Heer Jezus riep zijn discipelen ten eerste om met Hem te zijn. Maria wordt geprezen omdat ze aan zijn voeten is gaan zitten. De schapen van Jezus, zij zullen zijn stem verstaan. Jezus belooft bij zijn heengaan dat hij een woning voor ons zal maken, zodat wij voor altijd kunnen zijn waar hij ook is. Ik hoop dat je deze gestapelde stenen ziet en niet langer twijfelt. Als je gered bent van je zonde, je leven hebt afgelegd, tot bekering bent gekomen en Christus centraal staat in je leven. Mag je weten met de volle zekerheid dat God met je is en dat Hij ernaar verlangt om met jou door het leven te gaan. Ten tweede, de gedenksteen in Bethlehem verzekert ons van het feit dat God weet wat er in ons leven speelt. Als God als mens heeft geleefd op deze aarde, dan betekent dit dat alles wat ik meemaak en wat Jij meemaakt, Hem niet vreemd is. Kijk, de gewone man is vaak cynisch naar de lagen daarboven. Naar de managers, naar de bazen, naar de directeuren, naar Den Haag. Ze kunnen daar in Den Haag leuke regels voor ons allemaal bedenken, maar ze hebben geen idee wat die regels voor gevolgen hebben voor de gewone man, zeggen we met z'n allen. We slaan dan van binnen met onze spatels op de pannen en we steken een fluitje in onze mond. Broers en zussen, dit gaat geestelijk niet op. Hoewel God hoog verheven is, hoewel God onze touwtjes in zijn handen heeft, is Hij ook als mens gekomen tot de gewone man en heeft als gewone man onder ons geleefd. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. De Heere God kan in alles met jou meevoelen omdat hij in Christus volledig mens is geworden. Hij huilde toen zijn vriend Lazarus stierf, of toen hij zag dat mensen niet de weg van God wilden gaan. Hij was angstig toen hij richting het kruis moest gaan. Hij kende honger en dorst. Hij was hulpbehoevend als kleine baby. Allemaal situaties en gevoelens die ook wij in meer of mindere mate ervaren in periodes van ons leven. Jij en ik, wij kunnen ons dus tot iemand richten die op dezelfde wijze als ons verzocht is. Hij begrijpt waar wij doorheen moeten gaan, en dat is een grote bemoediging voor mij en ik hoop ook voor jou. Ten derde verzekert de gedenksteen van Bethlehem ons van het feit dat wij altijd met hem zullen zijn. Een derde goede reden om de menswording van God en zijn verlangen om dichtbij ons te zijn, blijven te herinneren. Is dat dit een garantie geeft voor de toekomst? Ik begon met u vanuit het Oude Testament om u daarin te laten zien dat God dicht bij de mens wilde zijn. Ik heb het u laten zien in het Nieuwe Testament, in deze geschiedenis in Matthäus 1. De logische volgende stap is dat er ook een continuering in zit. Ook in het leven hierna zullen wij dicht bij God zijn. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Ik laat u achter met deze vraag: Is het verlangen wederzijds? Verlang jij naar de nabijheid van God? in je eigen leven naar intimiteit met Hem. De Bijbel zegt en belooft ons dat God een beloner is voor wie Hem ernstig en hartstochtelijk zoeken. Hij is niet ver van ons. Laat je door Hem vinden. Broers en zussen, laten we stenen blijven stapelen en ons blijvend herinneren, niet alleen op deze dagen dat God nabij is gekomen, dat Hij wil verlossen en dat Hij nabij wil blijven. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij danken u voor uw verlangen om dicht bij ons te zijn. Wij danken u voor uw verlangen om ons te bevrijden van onze zonde. En we danken u dat u dat mogelijk heeft gemaakt. Door het leven en het sterven en de opstanding... Van uw enige geboren zoon, Jezus Christus, onze Heer en onze Verlosser. Wij danken u, Heere God, voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Wat u op dit moment voor ons doet. En wat u nog voor ons gaat doen. Want uw tent zal opnieuw bij de mensen zijn. En we zullen met u leven. Tot een eeuwigheid. Amen.